rustig in de Eempolder. De schuilhut van de ganzenvangers is afgebroken, want het seizoen zit hier weer op. En Evert Holwerf heeft zijn lokganzen nu thuis, waar hij ze iedere dag de nodige zorg geeft. Wat geven ze nou voor voer, Evert? Starren. Een beetje zwaar voer is dat, hè? Dan komen ze een beetje op gewicht, hè? Voor het voorjaar, hè? Voor, Ja. Als ze moeten broeden, dan geven ze een beetje tarwee. Maar in maart geven ze eigenlijk een beetje opfokkorrel ook. Of legkorrel is het eigenlijk. Ja. Zijn beter voor de productie van de eieren. Ja. Maar in het wild eten ze altijd gras? Gras, ja, dat weet je. Dat zijn, Dus je geeft ze geen hooi of zo? Nee, ik geef ze wel eens gras. Ik ga wel eens bij een boer ga ik wel eens een paar zakken gras halen. Ja. En dan geef ik aan ze dan als ze zo in de zomer. Ja, ik zie. In de zomer en als ze kuikens hebben, dan die lussen graag gras, hè? Ah ja, ik snap het. Je keek er net één onder zijn kont, waarom deed je dat? Oh, ik keek op wat het was. Of mijn keuken van dit jaar was of mijn keuken van vorig jaar. Maar het was een keuken van 2 jaar geleden dus. Oh ja. En welke soort ganzen zijn dit nou? Dat zijn tolganzen, dit. Oh ja. Dus, dat zijn je lokganzen? Dat zijn mijn lokganzen, ja. Deze heb ik de hele winter gebruikt, deze. Ja. Dat zijn de reserve. Ah ja, precies. Dus. En die zijn hier ook allemaal uitgebroed? Nee, Paul, ik heb er een paar gerold met een andere ganzenvanger. Want dan krijg je wat vers bloed, hè? Ja, natuurlijk. Dan krijg je inteelt en dat moet je niet hebben. Dan krijg je geen kuikens. Nee, precies. Dus precies. Hij heeft er een paar van mij gehad. Ja. En dit zijn de genten en de vrouwtjes en de jongen onder elkaar allemaal? Ja. Door elkaar heen? Ja, door elkaar heen. Ja. En dan kunnen ze wachten tot het zomer wordt en dan kunnen ze van voorjaar en dan kunnen ze weer een nieuwe nest in. Ja. En we krijgen nieuwe kuikens in. Dus, ja. Evert, wat vind je van het afgelopen seizoen? Nou, die afgelopen seizoen was niet zo lekker. Veel te warm, joh. Te warm, de winter. De hele winter is eigenlijk herfst geweest. Ja. Als de temperatuur van 15 graden. Dat is niks waard. Dan willen ze niet. Het gras bleef groeien. Dan hebben de wilde ganzen geen zin om bij lokkers te komen. Nee. Maar hoeveel heb je er geringd met het team? 170 ongeveer. Dat is met het team van Altero, hè? Waar je ja, bij ons hut dan, hè? Ja. Kijk, er zijn er wat meer hutten. Ja. De ene hut heeft er geloof ik 220 gevangen. En nog een hut in de Nijkerkerkerpolder, die had er geloof ik een goede 40. Ja. Maar ja, de afgelopen winter was niet veel. Nee, precies. En wat voor soort ganzen heb je geringd? We hebben drie kleine ruganzen geringd. 80 brandganzen. En de rest was koolganzen. Koolganzen. En de ganzen die je nou tegenwoordig nog veel op het weiland ziet, wat zijn dat voor ganzen? Nou, dat zijn die grote groepen? Dat zijn meestal grauwe ganzen. En op het ogenblik zijn er ook veel brandganzen in de buurt. Maar die trekken nog allemaal weg, hoor. Ja. Die gaan tot maart, eind maart gaan die weer weg. Behalve de grauwe ganzen, die blijven een heleboel blijven hier hangen. Hè. Die broeden gewoon in de Flevopolder. Of ze hier langs het Eemmeer broeden een heleboel van die grauwe ganzen. Ja, ik snap het. En je bent nu half februari, stoppen jullie altijd hè, met ja, de kooi? Eerste week van februari. Maar waarom ga je niet langer door? Want ik zie ze nog allemaal vliegen. Ja, weet je, op een gegeven moment, jongen, je loopt al 3 maanden in de polder. En die lokkers beginnen ook beu te worden. Ja. En ze die beginnen met je voorjaar in de kop te krijgen. Ja. Dus die denken, je gaat maar wat anders doen. Ik snap het. Hey, zo.
Je gaat goed de keer, zeg. Ja, er zijn een paar nieuwe volgende winter, voor aankomende winter is hoop ik. Je hebt er zin in. Je hebt er zin in. Maar even kijken, februari, dan stop je dus altijd. Ja. En dan is het gebeurd en wordt de hut opgeruimd. Ja. Maar waar haal jij het geld vandaan? Want dat voer en zo, dat moet dan maar betaald worden. Ja, voer, ja. Dat is jou. Moeilijke vraag of? Ja, een moeilijke vraag. Goed, ja, goed, ja. Niet, je moet niet te veel uitgeven, hè? Nee, nee, maar je krijgt dus inkomsten voor het werk wat je ja, doet. Ja, we krijgen een klein beetje voor elke gans dat we erin krijgen, we vergoeding voor. Ja. Maar nu zijn we eigenlijk bezig om wat op te zetten. Als het zover is, dan laat ik het weten. Hartstikke goed. Hé, hey, nou, succes verder. Leuk je even gesproken te hebben. Nou, graag gedaan. En hopelijk wordt er wat op poten gezet. Dus, ja, nou, ik wens je succes ermee. Dank je wel. En nog gefeliciteerd met de pont ook, hè? Dat is even te loops. Ja, dat is leuk, maar, ja. Daar gaan we het nou niet over hebben, maar dat is een mooie bijkomstigheid. Ja, dat is zeker leuk. Dan kan ik tenminste mijn hobby uit blijven oefenen. Want anders had ik wel in een probleem gekomen. Want dan had ik toch misschien aan het werk moeten zoeken. Dan had ik misschien de hele week naar Polen moeten gaan en dan... Nee, dat gun ik je niet. Dit hoort bij jou, dit werk. Ja, goed, ik doe het al bijna mijn hele leven, dus... Dat bedoel ik, van vader op zoon, niet dan? Ja, het is een vader op zoon en mijn grootvader en mijn overgrootvader, dus... Ja. Nee, dat... Dus ik hoop dat nog een generatie verder gaat, dan juist. Daar heb ik mijn twijfels over, vent. Over met je zoon bedoel je? Ja, met ik kom zo over bekijken. Ja. Maar je weet nooit hoe wat in de toekomst... toekomst kunnen we niet kijken, hè? Nee, precies. Dat blijft er allemaal lekker spannend. Ja, hartstikke bedankt. Graag gedaan.